SPSS kan op twee manieren omgaan met missing values en de standaard manier heet listwise. Wat betekent dat als er ergens een missing value is, dat de hele rij verwijderd wordt uit alle analyses. In dit voorbeeld is hier een missing value, maar voor lengte is hier een extreme waarde, of eigenlijk een waarde die vrij onwaarschijnlijk is, iemand van 3 meter. Nu kunnen we dit zo op het oog zien. En dat is fijn, maar in sommige gevallen is je dataset zo groot dat je het niet kan zien en zou je graag een analyse uit willen voeren om de outlier te ontdekken. Een van die analyses is onder Descriptives de Explore-opdracht, waar we leeftijd en lengte beide in kunnen zetten en vervolgens via outliers op zoek kunnen gaan naar die extreme waarden. Onder Options staat de Explore-opdracht standaard op listwise. En dat heeft het volgende tot gevolg. Ik paste de syntax en run. In de output vinden we onder extreme values voor de variabele lengte, onder de hoogste waardes van lengte, dit 300 niet meer terug. En de reden daarvan is dat de hele rij is verwijderd, omdat er in een andere kolom een missing value is. Dus in dit geval hebben we liever niet listwise als standaard, maar hebben we liever de andere optie. En die heet pairwise. En dat betekent dat hij alleen missing values weghaalt voor de variabelen waar hij een analyse over uitvoert. En voor explore betekent dat in plaats van listwise voor missing values in te stellen, standaard, te selecteren voor exclude cases pairwise. Klik op continue, paste de syntax. Het verschil tussen de twee is enkel dat missing hier op listwise staat en hier op pairwise. Selecteer, run en ditmaal vinden we onder extreme values de 300 terug voor de variabele lengte.